Als Krikkel de komende 50 uur weet te overleven in de kleinste gevangenis ter wereld, krijgt hij letterlijk 1000 euro. Ga er maar in! Hotza! En de tijd gaat nu in! 50 uur, hè? Dat is niet normaal. Jullie vragen jullie natuurlijk af, hoe gaat Krikkel naar de wc? Moet je plassen? Ja. Oh god. Dit is jouw wc. En ik kan uit ervaring vertellen, dit is het minst leuke deel. Ja, dat ziet er niet heel fijn uit, nee. Vol privacy. Een beetje zelf. En nu kan je in alle vrijheid even een plasje plegen. En ondertussen is letterlijk het grootste bol.com kerstcadeau ooit binnengekomen. Maar wat zit erin? Het is bijna kerst, dus dat betekent gezellig spelletje spelen. Maar wij hebben natuurlijk de meest extreme challenges voorbereid. En deze spullen hebben we onder andere nodig voor de challenges. Yep. Deze video is dus in samenwerking met bol.com. Zonder hun hadden we nooit zoveel vette prijzen kunnen weggeven, want er komen nog zoveel vette challenges aan. Krikkel, hou je het nog een beetje vol? Ja. Ondertussen Krikkel nog steeds in de gevangenis zit, is het tijd voor de volgende challenge. Jullie zien hier een mega cirkel. En degene die hier het langst rondjes blijft rennen, wint letterlijk 100 euro aan cadeaukaarten van bol.com. 3, 2, 1, let's go! En om de bepaalde tijd gaat er een toeter af. En voordat die afgaat, moeten ze over deze lijn zijn geweest. En zoals jullie zien, hoeven ze nu nog niet heel hard te rennen, maar het tempo wordt steeds meer opgevoerd. En vanaf nu gaat het tempo omhoog. Dus dat betekent dat de toeter sneller afgaat. Ik denk dat jullie serieus al misschien 50 rondjes hebben gerend. En na weer 10 minuten rennen werd het tijd voor standje 3. Dus nu moeten ze echt meer tempo gaan maken. Kom op jongens. Kom op. Ja. Ik ben echt bang dat ik net iemand te laat aan gaat komen. Ben jij al aangekomen? Van de pepernoot wel. Dit is wel lekker. Dank je wel. Dank je wel man. Lekker niet. Hoor jullie niet duizelen? Nu je erover begint. Oh, die was close. Die was zo close. Ik hou alles in de gaten, jongens. We gaan weer een standje omhoog. Ik denk dat ze nu echt hard moeten gaan rennen. Oh, serieus? Ze moeten best wel hard rennen. Die is al niet meer. Hoe kan je nou al niet meer? Ja, hun zijn al 20 minuten bezig. Ja, en ik 2. En ik ben al kapot. Jongens, ik heb slecht nieuws voor jullie. Ze moeten hier dadelijk ook nog overheen springen. Dit kost tijd. En op dit moment gingen we zelfs naar standje 5. Door gaan mensen sneuvelen. Nu weet ik het zeker. Oh, oh, oh. Het scheelt echt niet meer veel. Het scheelt echt niet meer veel. Oh, 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 nee. Dat was niet niks. Zoals jullie zien zijn er nu dus nog maar 2 mensen over, maar eentje kan nou winnen. Dit wordt spannend. Nee! Oh nee! Ah. Je hebt gewonnen! Ik moest deze gewoon pakken, jongens, echt waar. En dat betekent dat jij 100 euro aan bol.com cadeaukaart hebt gewonnen. Ik denk dat ik iets voor jullie ga kopen. Dit zijn 2 mega onbreekbare kerstcadeaus. Degene die er als eerst weet uit te breken en dit cadeautje weet te pakken, wint de inhoud. En maar als deze doos onbreekbaar is, hoe kom ik er dan uit? In de loop van de tijd worden de gereedschappen steeds heftiger. Dus jullie mogen beginnen met een wc-rol. Sjoerd, ben je er klaar voor? Ja. Wiek, ben jij er klaar voor? Zeker. 3, 2, 1, let's go! Nou, zoals ik dus net al zei, ik ga gewoon wachten tot het volgende gereedschap komt. Ik kan hier toch niet mee? De tijd is voorbij, we gaan door naar het volgende gereedschap. Oh, eindelijk. Tijd voor de boor. En actie! Zo, even die balken losmaken. Ik ga de hoeken kapot maken, waardoor ik hopelijk wat verzwakking krijg in de... Ik weet eigenlijk niet wat ik bedoel. Supergeweld! De tijd is weer voorbij, jongens! Hey! Oh, nou, het schoot dus helemaal niks op. Het volgende gereedschap is de kleine hamer. En jullie mogen weer! Ik denk dat we nu... Oh, oh! 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 Jij hebt weg hier, weg hier! Weg. Het zal toch niet nu al gaan gebeuren? Oh, dit is kut! Oh, dit is kut! Zo! Ja. Hey, buurman! Ze moeten er dus helemaal uit zijn en dit cadeautje pakken. Stop, stop, stop! Oh, ik kreeg een drop tegen mijn knie. Dit is
eerste tussenstand. We zien wel een aardig verschil. Misschien dat dit de laatste ronde gaat worden, maar het is tijd voor de bel. Alright guys, de tijd gaat nu in. Oh. Pas op jongens. Jongens. Hey, stuk te binnen hier. Hij is ontsnapt. Het cadeau is gepakt. Maar liefst 100 euro aan cadeaukaarten van bol.com. Wat ga je dan verkopen? Misschien $4 of zo. Ik weet nog niet. Ik ga even overdenken. Ik zit nog altijd vast. Moet ik hier niet uitkomen of wel? Nee. Gast. Oepsie. Ik heb hier een dobbelsteen en aangezien Krikkel bijna de nacht ingaat, hebben we iets leuks voor hem. Als je 1 tot 3 gooit, krijg jij een heerlijk kussen voor vannacht. Maar als jij 4 tot en met 6 gooit, dan krijg je deze zak potgrond als kussen. Daar ga ik voor. Als je er klaar voor bent, mag je gooien. Oh. Je hebt geluk. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. Ik had echt gehoopt dat hij potgrond kreeg. Welterusten. Dood. Heb je goed geslapen? Ja, best wel eigenlijk. Ja? Ja. Oh god. Voor elke meter die Roel omhoog stapelt in dit vierkant krijgt hij €20. En dat moet hij doen met al deze dozen. We hebben geen idee hoe hoog die gaat komen. Dus daarvoor hebben we deze hoogwerker. Let's go. Hey, wat is je tactiek? Roel, wat is je tactiek? Die ga ik niet vertellen. Ik denk dat ik hem 7 meter hoog ga bouwen. Ik denk dat je nu op 1 meter zit. Echt? €20. Geen idee hoe hoog die gaat komen. Wow. Daar gaan we omhoog. Ik ben ongeveer 1,70 meter. Jij 3 keer al. 3 keer? Ja. 3,70 meter. Als de toren omvalt, is hij in 1 keer af. Roel moet hem 5 seconden los kunnen laten en dan telt het pas. Dus hij wordt heel onstevig. Oké, dit gaat spannend worden. Hij wordt onstevig. Zo, dat is echt hoog eigenlijk. Ik vind het best hoog. Ik heb hoogtevrees. Ach, stel hem aan. Oh, we zijn serieus al hoog. Het is echt hoog. Oh, nog hoger. Oh, hij wiebelt veel. Ik had oprecht niet verwacht dat hij zo hoog zou komen. En besef, hij is nog niet eens klaar. Even serieus, vanaf hier zie je de top al bijna niet meer. De hoogwerker kan niet meer hoog. Niet? Wat? De hoogwerker kan niet meer hoog. Je hebt de 7 meter gepasseerd, denk ik. A few moments later. Je kan er nu ook voor kiezen om te stoppen, hè? Hij staat niet heel recht, inderdaad. Mijn plan is om deze 4 dozen nu aan elkaar te tapen en dan erop gooien in één keer. Daar gaan we, Roel. Dit is een moment van de waarheid. Ja. Dus stop. 5, 4, 3, 2, 1. En we tellen. Wat is hier ervan? Oh! Oh shit, hij viel. Ik schrok me dood. We hebben alles nauwkeurig teruggekeken en zijn tot conclusie gekomen dat de toren 8,70 meter was. Dus 8 keer €20 maakt €160 aan cadeaubonnen. Dit zijn maar liefst 100 boxen. En in één van deze zit de jackpot. Dit is Jacco en jij hebt 5 kansen om de goede doos open te breken met deze Big X. Ik zou zeggen, loop naar de eerste toe. Ja, ik ga eerst naar de 8. De kans is eigenlijk maar 1% dat hij hierin zit. Helemaal niks. Ik zie daar een pijl. Oh. Ja, dadelijk hebben we hier echt onder gelegd, hè? Ja, ik moet hem eigenlijk wel pakken. Denk je? Ja? Ja, ik moet hem wel pakken. Maak me open dan. Nee, helaas. Oké, maar die pijs die wees naar die kant. Ja? Dus ik denk dat er eentje in deze rij wel kan zijn. Die? Ja, deze. Niks! Oké, de allerlaatste toon. De allerlaatste! Helaas. Wat als ik nou vertel dat hij hierin zat? Hier zat de €100 in. Maar dit betekent dus dat een van jullie nu de €100 aan cadeaukaarten kan winnen. Hou je het nog een beetje vol? Nee, het wordt wel lastig. Het wordt wel lastig. Ja. En dan heb ik slecht nieuws, het wordt nog lastiger. We hebben hier namelijk een muziekbox die constant dit geluid gaat afspelen. Maar dit rad gaat bepalen hoe lang dit geluid aan blijft staan. Het nummer dat Krikkel draait is het aantal uur dat het geluid aan moet staan. En je hebt kans dat het meteen stopt. Oh, dat is echt irritant. Oh nee, wat doe jij? Nee, ja. Oh. Ik ben weg hier. Succes. We zijn 2 uur onderweg met het irritante geluid en gaat het nog? Ja, het is wel irritant. Dat is de bedoeling, maar je hebt het er zelf naar gemaakt, hè? Ja, ik weet het.
eerste 25 uur zijn voorbij en dan heb ik slecht nieuws. Je moet nog een keer zo lang. Ja, ik weet het. A few moments later. Ja. Ja, en toen was het stil. Ja. 4 uur lang. Ja, ja. Maar je ziet er ook niet eens daglicht of zo. Nee, ik zie niks. Ik zie alleen twee lampen. Weet je wel hoe laat het is? Nee. 6:15. Oh, god. 4:10. Zoals jullie zien staan hier twee platformen. En dit is een rol duct tape. En Gino heeft letterlijk 2 uur de tijd om hier een brug tussen te maken. Is de brug stevig genoeg, dan kan hij naar de overkant om het cadeau te pakken en wint hij de inhoud. Lukt dit niet, dan gebeurt er dit. En wint hij helemaal niks. Succes! Oké, de tijd gaat nu in. 2 uur de tijd. Je moet een brug maken, hè? Oh. Oh. Ik denk echt wel dat hij een beetje onderschat, want de lengte van de brug is echt langer dan je denkt. Gino, je bent een half uur onderweg. Tempo maken. Tempo maken. Het ziet er wel al goed uit, maar of het stevig is, ik zou er nog niet overheen durven. Gino moet dus dadelijk 5 meter over de ductiebrug om bij het cadeautje te komen. Ik denk dat ik qua breedte goed zit, maar ik ga er dadelijk nog op deze manier overheen, horizontaal. En dan is het steken genoeg. Ik denk dat hij straks hier bij deze hoeken gaat scheuren, dus ik ben deze hoeken nou aan het versterken. Even een tussentijdse test. Oké, okay. Houd hem. Maar... Dus dit is al een teken dat hij best stevig is. Maar het is nog maar een tafel. Dat klopt. Ik heb net even nageteld, maar Gino heeft 20 rollen duct tape gebruikt. Dus dat betekent dat hij 1 kilometer aan duct tape op de brug heeft zitten. Zijn dit je laatste duct tapejes? Denk het wel. Ik heb nog 2 rollen. Hij zegt nog 2 rollen. Gino, het laatste kwartiertje is ingegaan. Komt goed. Ja? Ja, komt goed. Ik vind het echt heel eng. Durf jij wel over? Ja, een beetje vertrouwen in mezelf. Moet goed komen. Stop je ermee? Ik stop ermee. Dan gaan we nu testen of de brug stevig genoeg is. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Krieger, ben jij er ook klaar voor? Ja. Oké, ik ga wel mijn gewicht verdelen, dus ik ga op mijn knieën zitten. Ik hoor het nu al. No! Ik ben ongeveer op de helft. Niet vallen. Je moet het cadeautje pakken. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oh! Ja! Hey, kom er! Wajo! Het zijn natuurlijk weer 100 euro aan Bol.com cadeaukaarten. Yes. En daar kun je echt gewoon alles mee kopen. Wat ga jij kopen? Ik heb geen idee. Oh. Er is genoeg keuze, dus je komt vast wel iets tegen. Hoe gaat het met de ademhaling? Ja, het gaat nog goed. Maar ik kan me voorstellen dat het met de zuurstof iets minder gaat. Ja, dus daarom hebben we even een plan. Ik weet niet of het chill is of kut. Ja, heel fijn, kijk. Echt serieus? Zuurstof. Jomo. Oh. Hallo. Het is tijd voor ochtendgymnastiek. Oké, doen we dat. 1, 2, 3. Ben je nou ook iets fitter? Ja, ik ben veel fitter. Ik kan het nu nog 50 uur volhouden. Ja? Ja, nee. Nee, het wordt best wel zwaar, hè? Ja. En zoals jullie op de klok zien, de laatste 4,5 uur zijn ingegaan. En het laatste uur is nu officieel ingegaan. En dat betekent dat de klok kleiner is. De klok is kleiner. Nog 1 minuutje. Yes. 3, 2, 1. Ja! Je hebt het gehaald. Yes. Je hebt het gehaald. Komt u maar. Ja. Ja. En omdat je maar liefst 50 uur hebt volgehouden, win je maar liefst 1000 euro. 500 euro aan cadeaukaarten van bol.com en 500 euro cash, lief. Dankjewel. Respect naar Krikkel, dus vergeet ook zeker niet zijn kanaal te checken. En alle andere linkjes van de deelnemers staan in de beschrijving. Abonneer en doei. Doei. Ik ben gezien, hè. Je hebt 50 uur hier gezeten. Ja, nou, nee, doei. Ja, doei.